Dit is een volledige beweging. Dadelijk gaan we stap voor stap uitleggen hoe dat we hier tot komen. We beginnen in hurkzit. We zetten onze handen en ons hoofd in een driehoek met ons hoofd als punt. Dan duwen we af naar boven. De helpersfunctie, we pakken vast boven de knieën en de bovenbenen en we houden hem goed vast zodat hij geen evenwicht verliest. We begeleiden hem naar boven en eventueel ook mee naar beneden. Daarnet deden we het niveau 1. Nu gaan we het volgende niveau doen. Dit is met gestrekte benen naar boven gaan. Nu de foutenanalyse. Een veel voorkomende fout is als we de armen veel te breed plaatsen, dus dat ze op één lijn zijn met het voorhoofd. Zo kunnen we geen evenwicht houden. En loopt het dikwijls mis. Nog een veel voorkomende fout is dat de vingers gesloten zijn. Het is beter om de vingers te spreiden, doe maar. Zo heb je veel meer evenwicht en kan je harder evenwicht zoeken op je vingertoppen. Nog een veel voorkomende fout is als we niet het voorhoofd tegen de vlakte plaatsen, maar gewoon de bovenkant van ons hoofd. Dit is niet goed, want dan kunnen we niet zo goed evenwicht houden en vallen we om. Nog een veel voorkomende fout is overhangen. Als je gaat overhangen, ga je uit evenwicht geraken en ga je naar voren vallen. Stap 3 van kopstand is vanuit kopstand naar handstand gaan. Maar dan zonder helper. Ja, maar dan zonder helper.